Nou, we zijn eerst even in Markelo geweest. En ja, we hebben wat foto's moeten maken en een beetje voor de camera moeten rijden. Ja, en nou zijn we doorgeregen naar de family track van Cyril. En die ligt er super bij dus. From 0 to 100 in 4 seconds. Dus nee. Nee, zonder ons. En dat is gewoon een hele goede motor. Is goed geprepareerd. Door Hoege en Chris van Groen. Die hebben hem op en top aan het lopen gekregen. Dit jaar, daar ben ik, ben ik heel tevreden over. En de vering is ook goed. Doet Toon van de Ven. En daar ben ik ook heel erg over te spreken. Dus ik ga vol goede moed naar Markelo. En ik denk met de rijders die we nu hebben dat we toch voor het podium kunnen gaan. Maar ja, op zo'n cross kan altijd van alles gebeuren. Want ik heb wel eens gehad dat we... Ik kon niet meer fout in Slovenië, een paar jaar, heel wat jaartjes terug. We moesten dat makkelijk winnen en toen werden we nog net derde. Eigenlijk vierde, maar er werd iemand een land gedisqualificeerd. Anders waren we er niet eens bij geweest. Dus ik doe geen voorspellingen, maar we kunnen hoog ogen gaan gooien. Ja, ik heb dit jaar in een bos gezeten waar ik de uitgang niet van kon vinden. Maar gelukkig ben ik er weer een beetje uit. En, het gaat nog niet helemaal 100%, maar 80 toch wel. En daar ben ik wel heel tevreden mee. Want de helft van het seizoen was het gewoon drama met een hoofdletter D. Dus ja, wat moet ik verwachten? Ik hoop dat we gaan knallen daar. Dus, nou, ik moet je bekennen, de laatste keer dat ik daar gereden heb is in 2000 geweest. In NK. En ja, die jongens hadden het er nou allemaal over beton, keihard. Maar wat ik me toen kon herinneren was het gewoon zand. En ja, die jongens hebben natuurlijk in de zomer gereden. Dan zijn alle banen in Nederland sowieso wat harder natuurlijk. Die al een beetje aanleg daarvoor hebben. Kijk, zoals Berghem, dat wordt nooit hard. Maar als je in Eersel of Den Dungen gaat trainen, dat is ook een verschil van winter en zomer. Dus ik denk dat het wel mee zal vallen hoor. En ga ze erop gewoon. Ze zijn op het moment natuurlijk flink. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik ga volgend jaar gewoon weer een volle voorjaar Grand Prix rijden. En ook in een team. Waar dat ook gewoon kan. Dus niet een of ander bij elkaar geraap zootje, weet je. Het is goed georganiseerd, dus dan zal het weer aan mij liggen dat er weer eens goede resultaten komen. Ja, het seizoen begon natuurlijk heel slecht. Ik heb 4 maanden eruit gelegen. En ja, langzaam terug opgepakt en goed getraind daarvoor. En ja, eigenlijk wel redelijk goed teruggekomen. Ik heb wel een paar Grand Prix's dat ik wel redelijk wat puntje heb gehaald. En ja, ik ben best tevreden over het einde van het seizoen. Ja, het is natuurlijk super om eraan mee te doen. Ik bedoel, ja, samen met Mark en Cyril proberen we toch wel een top 3 te halen. Ja, zeker. Ik heb vorig jaar de EK daar gereden. Dat was in de zomer, ja, en het is nu herfst. Dus ja, het zal natuurlijk wel iets anders liggen, maar ik vind de baan mooi. Ja, we hebben natuurlijk het een en ander overlegd. En ja, tot nu toe is eigenlijk bijna alles rond. Ja, kijk, we hebben natuurlijk veel Grand Prix afgelopen weekenden gehad. En we zijn nu een beetje tot rust komen en ja, nog heel even trainen en ja, we zien wel. Yeah.
Nou, ja, ik reed dit jaar bij Verbeers en tot het Bulgarije ging het eigenlijk hartstikke goed in de stijgende lijn. En Bulgarije maakte ik grote klappen samen met Glenn. En ja, sindsdien heb ik 3 maanden gewoon echt een beetje gesukkeld. En eigenlijk nooit echt goed gegaan. En, maar de laatste tijd ja, gaat het wel goed, niet goed en overal problemen mee. En eigenlijk praat ik over een slecht seizoen. Dus ja, gewoon een moeilijk seizoen. Ja, in kerst heb ik op een 4,5 gereden en Leon vroeg dat ik dat wou. En dat heb ik gedaan en het viel me eigenlijk helemaal niet tegen. Voordat ik had 2 dagen voor de tijd een keer heb getraind een paar keer. En ik had last van de onderarm, maar het rijden op zich ging goed en tempo. Het ging veel gemakkelijker dan met de MX2-motor. En ik denk dat de MX2-motor mij meer ligt dan de MX2-motor. Ja, dat is absoluut een leuke wedstrijd. Vooral dat ik geselecteerd ben, is altijd leuk. En, we hebben vorige week getraind met de selectie en we zijn nu weer bij ons thuis aan het rijden. En ik hoop dat we een goede kans maken als de sfeer goed is, dat is heel belangrijk. Nou ja, het circuit op zich ligt me wel redelijk goed, ja. Dus als ik er niet afval en de kop er goed bij houd, dan komt het wel goed. Ja, dat is nog een keus. Ik heb mentaal ook veel problemen. En, dus voor ons is het allemaal nog een beetje de vraag hoe en wat het beste voor mezelf is. En, als je vaak valt en problemen hebt, dan gaat het plezier van de motocross er ook af. En dat is natuurlijk het hele belangrijkste van het hele verhaal. Dus het is voor mij nog een grote vraagteken.